dat is toch... Ik denk dat... een van de belangrijkste ervaringen voor mij is geweest toen mijn broer stierf. Die heeft een eind aan zijn eigen leven gemaakt. Dat ik dacht, onze liefde is te kort. Hè? Dus mensenliefde is te kort. En er is een grotere liefde die dit draagt. Vroeger zei ik, een godsbeeld of het beeld van God dat ontwikkeld zich. Vroeger zei ik altijd, dat was voor mij vast, God is liefde. Waar liefde is, daar is God. Maar daar sta ik nog achter. Alleen dat diende vroeger als een soort houvast, dat is zo. En owee, kom er niet aan. En nu is het iets opens geworden. Zo van wat het echt betekent, dat is afhankelijk van de ervaringen die ik daarbij in de loop van mijn leven opdoe. En daar hoort bijvoorbeeld ook pijn bij. En hoe ik met pijn omga. Nou, als ik over psychotherapie praat, hè, dus dat is dan mijn vak van oorsprong. Voor mij gaat dat over jezelf ter sprake brengen. Leren brengen. Inzicht krijgen, snappen, ontdekken wat je jouw kleine mensenverhaal, wat zich daarin voordoet. Met alle moeite en pijn die daarbij hoort. En ook waar je, mensen komen niet voor niets in psychotherapie, waardoor je vastloopt. Dus het luisteren en het nagaan wat jou raakt, wat je innerlijke bewegingen zijn, dat vraagt dat je hebt leren luisteren en kan luisteren naar jezelf. Maar soms kan dat dus niet. Is dat geblokkeerd? Dus dan ligt, als het ware, dan ligt dat ervoor. Dus waar je zegt, God is de bron van leven, dat zit in mijn ondergrond, maar ik kan er niet bij, omdat daar veel tussen zit. Het werk wat ertussen zit, dat is het werk van de psycholoog. En het erbij kunnen, dus dat is het werk van toegang zoeken, verbinding met liefde, met leven, wat tot leven leidt, wat tot God leidt, dat is het werk van de geestelijke begeleider. Iets van genezing. Iets van vergeving. Soms, niet altijd, hè, dat mensen daaraan toekomen. Gewoon het onder ogen zien van de schaduwkant en van het licht. En het besef dat in het hele christelijke verhaal, dat opgenomen is, als het ware, ook in het leven van Jezus. Hè. Dus die hele dynamiek van leven, van lijden, van eruit opstaan, dat je dat ook op je eigen leven als het ware kan leggen, die hele dynamiek. Dus als je daarmee verbinding krijgt, dan gebeurt er natuurlijk wel iets groots. Tenminste, dat noem ik dan wel groot. Ik denk dat ik er langzamerhand aan toe kom om iets meer te durven blijven bij wat het is om door pijn en lijden heen te trekken. En daaruit op te staan en daarop te vertrouwen. Hè? Kijk, ik denk voor mij heeft spiritualiteit heel erg met verbinding te maken. Dat ik verbonden word met jou, met God. En dat verbonden zijn, hè, dus dat wij met elkaar van doen hebben. En dat jij jezelf, dat ik probeer dat jij jezelf mag zijn en dat ik mijzelf mag zijn. Dat wij ons verbinden. Dat heeft met liefde te maken en met God. God laat ons vrij met de bedoeling om te worden wie we zijn. Er is ook lijden. En hoe trek je, wat zie je dan aan Jezus, aan Christus? Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dat is een beweging die ieder op zijn tijd gewoon misschien ook wel
het zij in het klein of wat groter, echt meemaakt. En omdat dat te denken van, oh, het groot verhaal zich legt, kan je ook daarop leggen, hè? Op mijn kleine mensenverhaal. Dat uiteindelijk je wel doodgaat, maar dat je niet dood aan hoeft te gaan. Wij gaan allemaal fysiek dood. En wat is opstanding dan? Hè? Wat is opstaan dan? Ik heb gevoeld in mijn leven dat lijden en liefde, dat Christus dat bijeenhoudt en niet uit elkaar legt. Ja, nou zeg ik het beter als het ware. Dus hij houdt dat in één en wij hebben de neiging om dat uit elkaar te leggen. En hij heeft dat en dat is denk ik van zo, ja, daar zal ik ook op worden beproefd. Ik kan dit nu mooi zeggen, maar het zal uiteindelijk, is dat wat als de nacht echt komt, ik noem dat maar even de nacht, of als dat echt crisistijd is, dan zal het hier om gaan of ik het bijeen kan houden zoals hij dat deed.